De voorzitter. Goedemiddag. Gaat u zitten, dames en heren. Meneer de griffier, wat hebben we op de zittingsrol? Wel, meneer de voorzitter, vandaag moet ondernemingsrechtbank de Oostende zich uitspreken over een kort geding aangevraagd wegens een vermeende auteursrechtelijke inbreuk door eisende partij enerzijds. Partij is Gianfranco Sanguinetti, een essayist geboren in Zwitserland en wordt vandaag rechtsgeldig vertegenwoordigd door dienstraadsvrouw, mevrouw Daum, meester Daum. En zij leggen een vermeende auteursrechtelijke inbreuk ten laste van de gedaagde partij, die in eerste instantie optreedt bij wijze van Kunstmuseum aan Zee of in het kort Musee VZ2. En tevens is gedagvaard de heer Kambalu, de kunstenaar over wiens werk het gaat, in het kader van de tentoonstelling History Without the Past, die vandaag nog loopt, en dit tot eind augustus. En die wordt vertegenwoordigd door meester De Neuter. Daarnaast zou ik de raadsleden ook willen vragen of ze enig bezwaar hebben, want vandaag zullen de debatten ook worden opgenomen, de zitting ook. Dus ik zal vandaag als griffier niet enkel notuleren, maar ook instaan voor het goed verloop van die opname. Heeft iemand van jullie daar bezwaar tegen, of diens cliënt? Nee. Oké. Dan laat ik het woord aan u. Dank u wel, meneer de griffier. Dan verklaar ik deze zitting voor geopend. Dames en heren, raadslieden, ik heb kennis genomen van het dossier, de dagvaarding, de conclusies, de dagvaarding in tussenkomst. And I especially welcome also Mr. Kambalu. Welcome to this Belgian court. Unfortunately, Belgian legislation does not allow us to address you in English and do all of the debates in English. We understand it, but officially only record will be made of what is said in Dutch, and all of the proceeding as well as the final judgment will be only in Dutch. Meesters, in de loop van de procedure hebben we een deskundige aangesteld, omdat dit toch voor deze ondernemingsrechtbank een bijzondere materie is. De hedendaagse kunst is niet een terrein waarop onze zetel zich vaak verplaatst. En daarom is als deskundige de heer Sven Lutiken aangesteld, kunsthistoricus en criticus die doseert aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. En dan kijk ik even naar meneer de griffier. Als het goed is, hebben we nu ook contact. Yes, hij verschijnt alleszins toch in beeld, dus het lijkt ons te lukken. Ja. Nu, ik wou even nog terzijde stellen. Meester De Neuter, we hebben een vertaling voorzien voor uw cliënt, zodanig dat hij eigenlijk het expertenverslag ook kan inzien en kan volgen. Als u wil, mag je deze komen afhalen. Dank u wel. Alsjeblieft. De vertaling als dusdanig is puur bewijs van informatie natuurlijk, aangezien dit geen officieel stuk is van de procedure. Het expertenverslag is dat wel en ik ben heel gelukkig dat de heer Lutiken vanuit Utrecht ons deze namiddag te woord wil staan. Meneer Lutiken, hoort u ons goed? U kan ik goed horen, ja. Goed, en ook u bent hier perfect verstaanbaar. Hartelijk dank voor uw verslag waarvan beide partijen hebben kunnen kennisnemen, als ook de rechtbank. Vooraleer we verder debatteren over deze zaak, zou ik u willen vragen om bij wijze van inleiding voor die debatten kort uw deskundig verslag nog eens te willen toelichten. U hebt daarvoor een tiental minuutjes. Ik geef u graag het woord. De Situationistische Internationale, de beweging waar Gianfranco Sanguinetti bij was aangesloten, bestond van 1957 tot 1972. En deze beweging beschouwde zichzelf als meer dan enkel een artistieke avant-garde. Het ging de situationisten er niet zozeer om een nieuw soort kunst te produceren, maar om de samenleving radicaal te transformeren. Het ging om de negatie van de bestaande orde. En het ging om het realiseren van een geleefde kunst of een collectieve poëzie. Dat is een kunst of een poëzie buiten de kaders van de kunstwereld en haar instellingen. Die deel uitmaakt van het dagelijks leven. Geïnspireerd door Johan Huizinga wilden de situationisten de homo ludens doen triomferen op de homo faber. En aan Marcel Mauss ontleende men een fascinatie voor de gift, voor het Native American ritueel van de potlatch, de excessieve uitwisseling van giften.
als tegenmodel, tegenhanger van voor de kapitalistische handel. Op de lange termijn was het echter problematisch om binnen het kapitalisme radicale giften de wereld in te werpen. Een wereld die van die situationistische voortbrengselen dan toch weer handelswaar maakt. Om te verhinderen dat de esthetische droom van een andere postkapitalistische samenleving toch weer wordt ingekapseld door de kunstmarkt en de dominante ideologie, was een complete sociale omwenteling nodig. Dat was de conclusie die de situationisten omarmden in de loop van de jaren 60. De artistieke avant-garde werd dan ook steeds meer een politieke avant-garde die de postkapitalistische samenleving actief naderbij wilde brengen. In mei 1968 leek even het moment van de revolutie te zijn gekomen. Daarna zette binnen de beweging echter al snel de neergang in met tal van excommunicaties, tot alleen de spilfiguur Guy Debord en zijn medestander Sanguinetti nog overbleven. Zij waren op het eind de situationistische internationale, die zij dan in 1972 ook ophieven. Een cruciale situationistische strategie was het détournement. Détournement is de ontvreemding en vervreemding van bestaande beelden of teksten. Debord en Gilles Wolman introduceerden deze notie en deze praktijk in 1956 in Marcel Marianne's tijdschrift Les Lèvres Nues. Ze stelden in hun artikel dat het gehele literaire en artistieke erfgoed van de mensheid door partijdige propagandadoeleinden, zoals ze dat zeiden, diende te worden toegeëigend door de avant-garde. En dat iedere notie van intellectueel eigendom overboord moest worden gegooid. Debord en Wolman stelden dat dergelijke parodistische methodes, dus die toe-eigening, dat dergelijke parodistische methodes vaak voor een komisch effect waren ingezet in het verleden, maar dat een dieper besef van de fundamentele contradicties van de kapitalistische cultuur je het lachen wel doet vergaan. Het situationistische détournement zou bijgevolg voorbij de traditionele parodie gaan en het zou een parodistisch serieuze fase van de toe-eigening inluiden. Waar Debord en Wolman het in 1956 nog vooral hadden over de kritische toe-eigening van literaire werken en artistieke werken, zou binnen het situationisme het detoneren van beelden uit de massamedia spoedig een belangrijke rol gaan spelen. In hun tijdschrift reproduceerden zij bijvoorbeeld advertenties als symptomen van de spektakelmaatschappij en Debord maakte in zijn films uitgebreid gebruik van filmclips en van commercials, doorgaans met expliciet politiek commentaar dat het hergebruikte materiaal in een nieuw kader plaatst. De situationisten nodigden in theorie ook anderen uit om hun eigen werk te detoneren. Nummers van hun tijdschrift werden voorafgegaan door de mededeling Tous les textes publiés dans International Situationiste. En toen hadden we een technische storing. Dat moet daar is hij weer. Minstens even hervormen worden. Ja, alles bevroor hier even. Ja, we hadden een kleine technische storing. Als ik u mag vragen, ik heb het expertenverslag er even bijgenomen. En u citeerde net dus de Franstalige tekst Tous les textes publiés dans International Situationiste peuvent être librement reproduits. En daar zou u de draad moeten hernemen. Ja, ja. Anderen werden dus uitgenodigd om zich teksten toe te eigenen, maar dat betekent niet dat de situationisten in de praktijk alles maar accepteerden. Diegenen die het situationisme trachten te recupereren of te verwateren, werden fel aangevallen. Wel probeerden de situationisten, als radicale avant-gardisten, bij geschillen zoveel mogelijk af te zien van een beroep op de burgerlijke rechtspraak. Men bedreigde bijvoorbeeld tegenstanders liever dan dat men een advocaat langstuurde. Debord brak begin jaren 70 met de uitgever Boucher Chastel, de oorspronkelijke uitgever van zijn boek La Société du Spectacle. En hij schreef hierover: Il n'est pas dans notre style de nous placer sur le plan de la justice bourgeoise, en attendant aux éditions Boucher Chastel un procès qu'elle eusse assurément perdu. In plaats van een proces aan te spannen, liet Debord het boek simpelweg opnieuw uitbrengen door Gérard Libovici's uitgeverij Champ Libre, waar hij nou bij betrokken was. Op die manier dwong Debord Boucher Chastel vrijwel tot juridische stappen.
En in het kader van het daaruit resulterende jarenlang slepende juridisch conflict werkte hij nauw samen met Lebovici's advocaat, maître Georges Changement. Toen de Boer wederom met Lebovici in de jaren 70 een aantal films realiseerde, grotendeels gebaseerd op gedetoneerd materiaal, werden de rechten voor dat beeldmateriaal doorgaans wel degelijk correct verworven. Lebovici's Cima Films was een bedrijf dat binnen de kapitalistische markt opereerde en het ging dus om gelegaliseerde détournements bij de Boers films. Hij schreef hierover: Le producteur admet évidemment l'obligation du paiement des droits ordinaires, maar zo voegde de Boer eraan toe, het was niet acceptabel als de rechthebbenden probeerden om zijn kritisch hergebruik met juridische middelen te verhinderen. Dat zou neerkomen op censuur. Interdire de réemployer toute ou partie des images existantes revient à retirer d'un artiste le droit de citer et le droit de remettre en jeu les données culturelles préexistantes. À retirer à un critique de la société spectaculaire le droit de montrer ce dont il parle. Dus een criticus moet ook kunnen laten zien waar hij of zij het over heeft. Eveneens met Lebovici richtte de Boer in 1976 de maatschappij Les Jeux Stratégiques et Historiques op, om zijn jeu de la guerre, zijn oorlogsspel, zijn krijgsspel, op de markt te brengen. Al kwam er maar een minime editie en werd het niet het massale succes waar de Boer op had gehoopt. Het jeu de la guerre, oorlogsspel of wargame, is een strategisch bordspel waarin twee legers elkaar op een raster bestrijden. Het geheel is te sterk geabstraheerd, met het slagveld is een raster. Doel van het spel, aldus de Boer als goede Clausewitziaan, was la destruction complète du potentiel de l'ennemi en de victoire totale voor het eigen leger. Volgens de Boer was het spel echter niet alleen maar een accurate representatie van de oorlog, maar ook van de dialectiek van alle conflicten, van het conflict aan zich. La dialectique de tout le conflit. De Boer historiseerde zijn eigen praktijk en die van de SI. De conflicten van de eigen tijd, van het heden, werden gezien als continuering van de revoluties en oorlogen van het verleden. Men waardeerde archieven van de klassenstrijd en van de sociale beweging, zoals die van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam. En men beschouwde de eigen documenten ook reeds als de radicale archivalia van de toekomst. Het grafschrift op de SI, op de Situationistische Internationale, dat de Boer en Sanguinetti in 1972 publiceerden, La véritable scission dans l'international, is een ironische variant op de tekst van Marx en Engels van exact 100 jaar daarvoor. La prétendue scission dans l'international, de voorgewende of fictieve splitsingen in de internationale. De SI enceneerde zichzelf dus ook als een soort reenactment van de eerste internationale van Marx, Engels en Bakunin. In de voorgenoemde tekst, waarin de Boer en Sanguinetti de SI ophieven, stelden zij: désormais, les situationistes sont partout et leur tâche est partout. Deze alomtegenwoordigheid van het situationisme blijkt ook uit de proliferatie van conflicten. Want waar situationisten zijn, heb je conflicten. De onmogelijkheid om het situationisme effectief te realiseren en om zijn reductie tot revolutionaire brand te voorkomen, genereert een bipolaire afwisseling van radicale retoriek en besmuikte compromissen. Bill Brown valt Sanguinetti aan als een sell-out en protesteert vervolgens tegen het feit dat zijn brief aan Sanguinetti in Samson Kambalu's Sanguinetti Breakout Area niet integraal leesbaar is, alsof het bij situationistische detournements ooit om correct en volledig citeren zou zijn gegaan. De reacties van Brown en van Sanguinetti op de Sanguinetti Breakout Area vullen het werk aan, vervolledigen het zou je kunnen zeggen, op een manier die het mogelijk maakt om de contradicties en compromissen van de hedendaagse culturele praktijk tegen het licht te houden. Sanguinetti verkocht zijn archief aan de hoogste bieder en dan aan een archief dat nou niet bepaald is gelieerd aan enige sociale beweging. En hij hield het auteursrecht. Waar de Boers uitlokking van een juridisch conflict kan worden gezien als een tactisch détournement van de burgerlijke rechtspraak, lijkt Sanguinetti simpelweg het maximale te willen halen uit zijn intellectueel eigendom. Sanguinetti is op het eerste gezicht de handelende, actieve partij in het juridisch conflict met Samson Kambalu. Niettemin heb ik sterk de indruk dat laatstgenoemde
feitelijk de strateeg is die dit metaconflict heeft georchestreerd. Tot zover. Dank u wel, meneer Lütiken, voor uw verslag en voor deze mondelinge toelichting en om deze namiddag speciaal tijd ook voor ons vrij te maken om dit via de digitale weg mogelijk te maken. En ik wil ook aan beide raadslieden de mogelijkheid geven, als zij nu nog vragen hebben, om die eventueel aan de expert te stellen. Ik ga daarbij eerst kijken naar de eisende partij. Meester Daam, hebt u eventueel nog een vraag? Ja, bedankt meneer de voorzitter, Griffier. Indien mogelijk had ik inderdaad nog graag antwoord gekregen op de twee volgende vragen. Ten eerste, als ik het dus goed begrijp uit zijn verslag, is het instellen van een inbreukvordering, zoals hier ook het geval is, dus eigenlijk niet geheel onlogisch, aangezien het de situationisten ook niet vreemd waren om eigenlijk het onrechtmatig gebruik van hun werk aan te vallen en desnoods, als het niet anders kon, via een juridische procedure. Dus dat is mijn eerste vraag waar ik graag antwoord op had gekregen. Ja, ik denk dat dat op zich een valide interpretatie is van het gebeuren. Alleen zou ik dan ook weer willen benadrukken dat in dit geval degene die situationistisch opereert, die in lijn handelt met het situationisme, eerder Samson Kambalu is dan Sanguinetti. Omdat uiteindelijk Sanguinetti degene is die simpelweg eigendom, intellectueel eigendom probeert veilig te stellen. Terwijl Samson Kambalu, zoals ik de situatie interpreteer, degene is die eigenlijk dat gedrag, hè, dus dat handelen binnen de kaders van de burgerlijke rechtsstaat, problematiseert door het proces dat zijn werk, zijn détournement heeft uitgelokt. Dank u. Meneer de Griffier, u slaagt erin om daar voldoende nota van te nemen voor het zittingsblad. Dank u. Meester Daam, u had een tweede vraag, of eventueel nog aanvullend op de eerste? Ja, nog even aanvullend. Ik wil ook eventjes herhalen dat een expert niet de bedoeling heeft om een mening te uiten, maar dat hij enkel dient vast te stellen. Absoluut, dat is zo. Elke mening van de expert wordt hooguit als een advies aanzien door deze zetel. En dan ten tweede begrijp ik ook uit het verslag, en had ik dat graag eigenlijk gewoon nogmaals uitdrukkelijk bevestigd gezien, dat dus eigenlijk de verkoop van het archief door mijn cliënt ook niet echt onlogisch is gezien het verleden van de situationisten. Meneer Lütiken, is het zo dat u ook het verkopen van het archief zelf eigenlijk als een logische daad van de situationisten zou kunnen zien? Geen logische daad, maar dat het daarin kan kaderen. Misschien niet redelijk logisch, maar dat het wel kadert in het volledige gedrag van de situationisten. Omdat ze met name eigenlijk ook wel die kanonisering willen en dat dan dat overdragen van het archief daarvoor relevant is. Ja, kanonisering ja, maar ik zou zeggen dat het in ieder geval tijdens het bestaan van de beweging, dat is natuurlijk inmiddels een aantal decennia geleden, in de rode jaren 60 en jaren 70, dat het toen ook wel ging om kanonisering binnen een vorm van geschiedschrijving die ook nauw gelieerd is aan de radicaal linkse beweging. Dus wat dat betreft had men inderdaad nauwe banden met het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam, dat ook echt voortkomt eigenlijk uit de socialistische linkse beweging. Dat werd geleid door Arthur Müller-Lehning, een vooraanstaand anarchist. Dus men voelde zich betrokken bij archieven en bij andere instellingen die niet alleen maar op een klassieke manier opereren, bijvoorbeeld gelieerd zijn aan een museum of aan een universiteit, maar men voelde zich verbonden aan archieven die zelf ook een, laten we zeggen, activistische insteek hadden. En het soort van geschiedschrijving dat men voorstond was wel degelijk een politieke en activistische geschiedschrijving. Niet een, laten we zeggen, geschiedschrijving of een vorm van kanonisering die zichzelf als neutraal beschouwt. Het ging om partijdigheid. Ook bij de historisering, ook om de kanonisering was men heel duidelijk expliciet partijdig. Wat dat betreft zou ik een verschil maken tussen archieven die ook gelieerd zijn aan een bepaalde politieke beweging enerzijds, en laten we zeggen archieven die een dergelijke status of een dergelijke connectie niet hebben en die meer de mainstream representeren. Zou ik dus bijna mogen parafraseren? Ja, kanonisering, overdracht van het archief past in de kanonisering,
maar Sanguinetti had dan moeten overdragen aan een linksarchief. Als wij echt in lijn redeneren met de situationistische logica zoals die tijdens het bestaan van de SI werd gehanteerd. Ja. Dank u wel. Meester Daum, hebt u nog vragen? Geen vragen meer. Dank u wel. Meester De Neuter. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik had graag ook twee vragen gesteld aan de deskundigen. Mijn eerste vraag, als ik het goed begrijp in het expertenverslag, zie ik dat er toch een bepaalde variatie is binnen het situationisten gaande van de meer gematigde, zeg maar, artistieke stroming versus een meer radicale, revolutionaire stroming. En ik wou de expert vragen waar hij meneer Sanguinetti zou positioneren op die schaal. Oké, dit kwam wel door. Dit heb ik net kunnen verstaan. De positionering van Sanguinetti binnen de situationistische internationale en met name in relatie tot die polariteit van artistieke situationisten en politieke situationisten. Sanguinetti kwam eigenlijk pas bij de beweging of bij de groep toen de artistieke situationisten eruit waren gegooid of zelf waren opgestapt. Ik denk dan met name aan iemand als Asger Jorn, ook aan iemand als Constant. De Duitse leden van de Spoorgruppe, die de Duitse vleugel was van de SI in de late jaren 50, vroege jaren 60. Dat waren allemaal beeldend kunstenaars, doorgaans schilders, die ook niet van zins waren om hun artistieke praktijk op te geven. Terwijl de stroming rond Guy Debord, die eigenlijk rond 1962 de macht overnam, de continuering van artistieke praktijk, met name van schilderkunstige praktijk, afwees. Omdat met schilders uiteindelijk toch produceren voor de kunstmarkt, voor het galeriewezen, het is eigenlijk niet mogelijk om als schilder actief te zijn en tegelijkertijd situationist te zijn. Dat is volgens de hardline interpretatie van de Boer, is dat een exercitie in schizofrenie. Dus de schilders en de beeldende kunstenaars stapten eruit. En Sanguinetti behoorde bij de veel explicieter en radicaler politieke groep, de minder romantische, esthetische groep zou je kunnen zeggen, die de situationistische internationale in de tweede helft van de jaren 60 en dan in de eerste jaren van de jaren 70 domineerde. Hij was zelf ook geen beeldkunstenaar, hij was eigenlijk ook geen schrijver in de zin van literair schrijver, hij was meer een politiek essayist, politiek pamfletist, die met name in de jaren 70 in nauwe samenwerking met de Boer wel een aantal belangrijke politieke teksten heeft geproduceerd, maar hij kwam eigenlijk niet uit een artistieke of literaire hoek. Oké, dank u wel. Is dat een antwoord op uw vraag? Heel duidelijk, ja. Inderdaad. Misschien een tweede vraag, misschien heel kort, of de expert heel kort kan een aantal illustraties geven, inderdaad van oordeel is dat het zo is, hè, of er situationistische tactieken of technieken zich bevinden in het werk Sanguinetti Breakout Area van meneer Cambola. Ja, duidelijk. Dat werk is natuurlijk enerzijds non-situationistisch, omdat het gebruik maakt van biennales, musea, als tentoonstellingsplekken. Dus het is gemaakt voor bepaalde instituten die de situationisten zeker na 1962 afwezen. Anderzijds is dat nou eenmaal de samenleving waarin wij allen opereren. De revolutie is er niet gekomen in 1968. Dus in die zin zijn wij allen verraders aan het situationistische gedachtegoed. Ook de meeste situationisten later in hun leven. Anderzijds denk ik dat het werk wel degelijk gezien kan worden als een détournement. Dan als een détournement inderdaad binnen bepaalde bestaande sociale en economische kaders. Maar wel degelijk als een kritisch détournement. Dat die kaders ook kritisch tegen het licht houdt. Dus als we kijken naar de foto's die de kunstenaar heeft gemaakt in het archief, dan worden die archiefstukken echt als documenten, als objecten omhoog gehouden. Je ziet een hand en je ziet echt dat ze in het archief fysiek zijn gehanteerd. In die zin zou men die foto's ook kunnen zien als
Als een commentaar op het fetichisme, hè, op de fetichisering van die documenten. Dus ze worden juist niet SEC gereproduceerd. Het gaat om een reproductie die de archiefstukken als objecten ook in het beeld kadreert. Ik denk dat dat één interessant aspect is van het werk, dat ook duidelijk maakt dat hier kritisch wordt gereflecteerd op processen van recuperatie, van waarwording, van het op de markt werpen van archiefstukken. Dus in die zin denk ik dat het gaat om een vorm van détournement binnen kapitalistische kaders, binnen de kaders van de hedendaagse creatieve industrie of cultuurindustrie, of hoe je het ook wilt noemen. Maar dat het wel degelijk een détournement is met een kritische intentie. Zou ik daar mogen voor mijn eigen informatie dan even bij aansluiten? Mogen vragen, vindt u dat détournement dat kritisch is? Zegt u heel uitdrukkelijk. Mag ik een stapje verder gaan en zeggen dat is ook parodierend, dat is humoristisch, dat moet daarom niet komisch zijn om te lachen, maar misschien ook wrange humor. Zit die idee daarin, denkt u? Wel ja, in dat kader is denk ik die eerste oorspronkelijke definitie van het détournement door de Boer en Wolman ook wel interessant, omdat zij het détournement duidelijk relateren aan parodie. Tegelijkertijd vinden ze de klassieke parodie te beperkt, hè? Want het lokt alleen maar een lach uit, een wellicht schampere lach, maar degene die lacht over een traditionele parodie die wordt daardoor niettemin ook eigenlijk verzoend met die samenleving. Terwijl het situationistische détournement volgens de Boer en Wolman net een stap verder gaat en ook daadwerkelijk een kritische reflectie en daaruit voortkomende radicale handelingen ook wil stimuleren. Dus ze noemen het dan een serieus parodistische benadering. Hè? Dus men ziet dat er een connectie is. Men presenteert het eigenlijk als een verdere ontwikkeling van de traditionele parodie. Maar men vindt de klassieke parodie anderzijds ook te beperkt. Ik denk dat dat een manier is om inderdaad binnen het kader van de rechtspraak over het détournement na te denken. Ik denk ook zelf dat er een aspect van wrange humor vaak is. Er is ook vaak is er ook wel echt wel degelijk een aspect ook van belediging. Het is echt offensief. Het is duidelijk een agressieve daad vaak. En daar zit vaak wel degelijk ook een element van wrange, bittere humor in. Ja. Meneer Lütken, nog een bijkomende vraag betreft Bill Brown en met name de brief die Bill Brown geschreven heeft in verband met de verkoop van het hele archief van Sanguinetti. Het gebruik van die brief in de installatie Sanguinetti Breakout Area in Venetië en het minder prominente gebruik van diezelfde brief in de huidige installatie in Oostende. Kunt u daar even dieper op ingaan op die brief van Bill Brown? Die brief van Bill Brown past eigenlijk perfect in een zekere situationistische en post-situationistische of pro-situ, zoals het wordt genoemd, habitus. In die zin dat hier het politieke persoonlijk is en het persoonlijke is ook politiek. Hè? Dat was met name een feministische slogan uit de late jaren 60. Het persoonlijke of het private is politiek, maar dat gold zeker ook bij de allesbehalve feministische, mannelijk gedomineerde situationisten. Het is eigenlijk typisch het soort van brief waarin een bepaalde relatie wordt verbroken. En dat gaat dan gepaard met hevige aantijgingen en beschimpingen. De Boer heeft zeer veel van dat soort brieven geschreven, ook deels samen met Sanguinetti. Sanguinetti zelf heeft het gedaan. En in dit geval is het Bill Brown die eigenlijk de knop omzet en die Sanguinetti, met die tot op dat moment nog samenwerkte, uitmaakt voor rotte vis, om het in goed Nederlands te zeggen. En dan wordt er een hele litanie aan klachten en aantijgingen aan het adres van Bill Brown, dus al zijn
al zijn inconsistenties en al zijn dubieuze handelingen, ethisch kwestieuze handelingen en nalatingen, die worden uitgebreid geïnventariseerd. Dus het past inderdaad in een soort van cultuur, zou je kunnen zeggen, van de situationisten en de ex-situationisten en van volgelingen, van pro-situ trendvolgers als Bill Brown. En ja, in die zin zegt die brief denk ik wel veel over de omgangsvormen, over hoe het eigenlijk ook zeer binair is. Dus je moet 100% eigenlijk van iemand overtuigd zijn en iemand echt voor de volle 100% kunnen... je moet zijn handelingen en zijn handels- en denkwijze voor de volle 100% kunnen onderschrijven en ondersteunen. Of je komt inderdaad op een gegeven moment tot de conclusie dat die persoon niet deugt. En dan gaat de knop echt om. En dan komen de verwijten en de... de boze brieven. En dan worden de connecties radicaal gekapt. Dan wordt de verbinding verbroken. En die brief is daar één voorbeeld van. Zo zou ik hem situeren. En dus het is niet alleen maar een persoonlijk symptoom van hoe Bill Brown omgaat met Sanguinetti in dit geval. Maar die brief past echt in een soort patroon, zou ik zeggen. Hij past echt in een bepaalde habitus in die kringen. Oké, dank u wel voor uw toelichting. Een andere vraag die ik nog even aan u wou voorleggen heeft te maken met het fameuze jeu de guerre, The Game of War van Guy Debord. En in welke mate nu eigenlijk deze installatie in het jeu de guerre past of het jeu de guerre in deze installatie? Kunt u mij daar wat wijzer over maken? Ik zou de installatie eigenlijk niet zien als een zeer concrete toepassing of uitwerking van het jeu de guerre. Misschien zou je kunnen spreken van een transpositie, maar toch op een iets wat losse manier in mijn duiding. Volgens mij, in mijn duiding, heeft Samson Kambalu zich vooral strategische en tactische denken en handelen van de Boer tot voorbeeld gesteld. Het veelvuldige gebruik ook van militaire metaforen door de Boer en de situationisten. Er zijn ook concrete verwijzingen te vinden, bijvoorbeeld in de vorm wellicht, in het gebruik van geometrische abstracte elementen. Maar ik denk ook hier met name aan het feit dat de Boer zijn jeu de guerre, zijn Game of War, een representatie achtte van oorlogen, maar ook van allerhande conflicten. Dus de Boer dacht ook als strateeg over niet-militaire conflicten. Hij militariseerde, zou je kunnen zeggen, allerlei politieke en sociale conflicten. En hij opereerde dan als een soort van non-militair strateeg die niettemin voortdurend refereerde aan Clausewitz en dergelijke. Ik denk dat Samson Kambalu ook op een dergelijke manier het jeu de guerre dan weer als uitgangspunt neemt voor een, laten we zeggen, voor een soort van expanded notion of strategy. Dus hij opereert als een artistiek, cultureel strateeg of tacticus vis-à-vis Sanguinetti en de Beinecke Library. Dus wat mij betreft gaat het minder om een soort van directe toepassing of toe-eigening van het jeu de guerre met al zijn zeer gedetailleerde regels. Het gaat meer om het principe. Het principe van de toepassing van een militaire, strategische en tactische logica op allerhande conflicten. En in dit geval gaat het ook om het genereren van een conflict, zou ik zeggen. Oké, dank u wel. Wenst een van de raadsleden nog een vraag te stellen? Nee? Goed, dan dank ik u andermaal, meneer Lütteken, voor uw tussenkomst in dit dossier. We gaan hier de connectie afsluiten. Uw statenkost, uw ereloon, dat zal geregeld worden door de verliezende partij, tenslotte. En daar zult u over enige tijd ongetwijfeld wel meer over horen. Dank u wel voor het optreden als expert in dit proces. Goed, dan komen we tot de eigenlijke debatten, meesters. En ik zou voorstellen dat we thema per thema eventueel juridisch uitdiepen.
Dit is een stakingsvordering. Dus ik denk dat de rechtsgrond van de auteursrechten inderdaad de rechtsgrond is waarop er hier kan en moet geprocedeerd worden. Anders is de voorzitter van de ondernemingsrechtbank überhaupt niet bevoegd. Dus over dat punt van de auteursrechten moeten we het zeker eerst hebben. Ik zou vervolgens dan inderdaad even willen debatteren over de al dan niet open licentie die gebruikt wordt. Het derde element van discussie zal inderdaad de parodie zijn. Als u mij toestaat, kan ik misschien even scherp stellen ons verweer. In die zin dat, zoals gezegd, er is hoogstens een heel minuscuul deeltje van dat archief van 48 dozen dat van de hand is van meneer Sanguinetti, die overigens geen kunstenaar is, maar een essayist. En wat is dat? Wat is de inhoud van dat archief? Dat is, zoals gezegd, teksten, foto's, beeldmateriaal, montages enzovoort. En dus de auteursrechten, en dat is onze stelling, behoort toe aan die onderscheiden auteurs, de makers van die verschillende elementen. Wel nu, deze auteurs zijn hier vandaag niet vertegenwoordigd. Die zijn ook niet betrokken in die procedure. Laat staan dat ze voorbehoud zouden hebben gemaakt bij het gebruik door meneer Cambalo van hun creaties. Dan wordt er gezegd, ergens in besluiten heb ik dat gelezen van de tegenpartij. Ja, maar bij de overdracht aan Yale Universiteit, bij de verkoop, is het auteursrecht niet betrokken geweest. Uiteraard niet. En dat zou ook logisch zijn, want het zou zelfs absurd zijn, want wat je niet hebt, kan je niet verkopen. Dus in die zin is dat auteursrecht hier niet relevant. Los daarvan is juridisch. Juridisch is het eigenlijk absurd dat meneer Sanguinetti hier eigenlijk ons komt verwijten dat wij een inbreuk hebben op auteursrechten die hij zelf aan de oorsprong niet heeft. En in die zin is eigenlijk onze stelling dat meneer Sanguinetti hier eigenlijk op een vrij verregaande manier nogmaals detourneert, andermans werk gebruikt en het auteursrecht eigenlijk gebruikt als wapen in deze procedure. Mr. Dam. Dank je wel. Eerst en vooral, mijn cliënt bevestigt dat hij wel degelijk de auteur is van het archief als auteursrechtelijk beschermd werk op zich. Hoewel hij dus misschien niet de auteur was van de afzonderlijke delen, van de afzonderlijke werken binnen zijn archief, was hij wel degelijk de eigenaar daarvan. Hij is dus wel degelijk gerechtigd om voor eigen rekening op te treden als voor rekening van eventueel andere auteurs. Maar indien gewenst en indien noodzakelijk gevonden door uw zetel, maar dan zal uiteraard wel huidige zitting dienen uitgesteld te worden tot een latere datum, kan mijn cliënt aan de vereiste auteursverklaringen bekomen die bevestigen dat ofwel mijn cliënt de eigendomsrechten bezit over het materiaal binnen zijn archief, ofwel indien nodig en daar waar vereist de auteursrechten bezit of heeft verworven over het auteursrechtelijk beschermd materiaal dat hij oorspronkelijk zelf niet gecreëerd heeft, ofwel dat mijn cliënt namens deze auteurs wel degelijk gerechtigd is om huidige procedure te voeren. En tot slot wens ik ook nog te benadrukken dat mijn cliënt minstens als een betrokkenen in de zin van artikel 17.19 paragraaf 2 van het Wetboek van Economisch Recht dient gezien te worden en hij derhalve ontegensprekelijk over de vereiste hoedanigheid bezit om deze inbreukprocedure te voeren. Goed, dank u wel voor wat betreft het punt auteursrechten. Dan zou ik wat dieper willen ingaan op de al dan niet mogelijkheid van een open licentie. En ik wil daarvoor eerst aan meester De Neuter het woord geven om dat wat te verduidelijken. Ja, meneer de voorzitter. Om te beginnen, een eerste vaststelling, als het gaat over het archief. Een belangrijke vaststelling is dat dit archief van Sanguinetti rechtsgeldig publiek is gemaakt. Het is een publiek, een openbaar gemaakt werk. Moest dat niet zo zijn, dan was er ook geen publieke verkoop mogelijk geweest. Nu, eerste vaststelling. Tweede vaststelling is dat die onderscheiden elementen, wat zoals ik zei, dat zijn heel diverse elementen in dat archief. Ook van aard, van inhoud ook. Maar er is één gemeenschappelijk iets, dat is dat die creatie van die elementen
die kaderen allemaal binnen het dogma, binnen de wereld van het situationisme. Zoals al genoeg samengegeven, weergegeven, het situationisme, the art of subversion. Men zweert het copyright, het auteursrecht af. Men vindt dat kapitalistisch individualisme. Integendeel, iedereen heeft het recht om het werk, andermans creatie, zich toe te eigenen, om daarmee aan de slag te gaan, om dat te adapteren, om dat te hercontextualiseren en zo verder. Enkel het werk is belangrijk, het werk staat centraal, de kunstenaar is irrelevant. En dat, het is net dat gegeven, is net de grondslag voor de mogelijkheid voor détournement. Dat iedereen mag het werk van de situationisten vrij adapteren en gebruiken. En heel dat archief moet je eigenlijk zien als één pamflet tegen dat establishment en pro-détournement. Nu, dat is niet onze stelling, we hebben dat niet uitgevonden. Het zijn de situationisten zelf die het zo hebben bestempeld. En zelfs expliciet, want er wordt er soms gesteld dat het een open licentie een impliciete licentie is. Dat is zelfs hier niet het geval. Het is een expliciete licentie. Men heeft het met zoveel woorden gezegd, geroepen, maar ook geschreven. En waar vindt men dat? Bijvoorbeeld in hun tijdschrift staat er bovenaan, in het begin, in het colofon, tous les textes publiés dans Internationale Situationniste peuvent être librement reproduits, traduits ou adaptés, même sans indication d'origine. Dat is dus het mantra waar dat zij hoog in het vaandel dragen. Be our guest, gebruik ons werk. Ook Guy Debord heeft in zijn essay Methods of Détournement geschreven van kijk, u mag alles gebruiken, u bent niet gelimiteerd om dingen te wijzigen, doe het alsjeblieft en ook alsjeblieft ga niet citeren. Dus een bronvermelding, daar staan we absoluut niet achter, dat is alweer een kapitalistische methode. Dus alsjeblieft niet quoten. Bovendien, kom alsjeblieft ook niet toestemming vragen. U heeft de toestemming van ons niet nodig om dat te gebruiken. En de voorbeelden zijn genoegzaam bekend van de uitgever die de vraag stelde, mag ik alsjeblieft het werk uit het tijdschrift vertalen? Die werd publiek aan de schandpaal genageld. Wat werd er gezegd? Kijk, u hebt één domme fout gemaakt. U heeft de toestemming gevraagd. U had het sowieso kunnen maken, kunnen doen. U mag vertalen, u mag detourneren. Maar door het feit dat u de toestemming heeft gevraagd, beschouwen wij u als één grote bourgeois. Dus dat gevoel van drama, dat zit daar ook wel in. Bottom line blijft, vraag alsjeblieft geen toestemming. Nu, en het is in die optiek, dit aanbod dat de situationisten collectief aan iedereen die het wil horen en lezen hebben gedaan, heeft meneer Caballo dit aanvaard. Hij heeft gezegd, oké, ik neem de handschoen op, ik aanvaard de gift, en ik ga met dit oeuvre aan de slag. Nu, is dat juridisch een geldige licentie? Is dat? Dan stellen wij ja, want in ons rechtssysteem bestaat er zoiets als het consensualisme. Wat betekent dat? Hoe komt een overeenkomst tot stand? Door een wilsovereenstemming tussen twee partijen, eerder dan door een formeel geschrift. Dat formeel geschrift, het instrumentum, is hier niet van belang. Bovendien, bij de implementatie van de licentie, bij het uitvoeren, het invullen van de licentie, heeft hij dan ook de volledige onderliggende technieken en de finaliteit van de situationisten helemaal eigen gemaakt en zelfs gerespecteerd. Hij maakt eigenlijk een kritische, satirische toepassing van de basisprincipes, waarvan Sanguinetti nu net een van de ideologen en exponenten was. Vandaar menen wij dat inderdaad wij op geldige basis deze open licentie en zelfs een expliciete licentie kunnen inroepen. Dank u wel, meester De Neuter. Meester Daam. Dank u wel.
Dank je wel, meneer de voorzitter. Ik ga meteen ter zake komen of dat die installatie van Kambalu al dan nu niet kadert binnen het situationisme. Juridisch gezien is dat voor deze procedure totaal irrelevant. Het situationisme is en blijft een puur politieke avant-garde beweging, daterend van de jaren 1960, waar inderdaad mijn cliënt op een bepaald ogenblik deel van uitmaakte. Maar een kunstenaar ontwikkelt zich, ontplooit zich, zijn tijdsgeest wijzigt en dit kan men ook bij mijn cliënt eigenlijk vaststellen. Want zoals de expert ook zegt, het situationisme hield eigenlijk op met bestaan in 1971 en dus eigenlijk op dat ogenblik ontwikkelde mijn cliënt zich dan ook verder. Hij begon samen te werken met uitgeverijen voor het publiceren van zijn oeuvre. Hij maakte zelfs fotoboeken, hij won hier prijzen mee. Allemaal zaken die er eigenlijk op wijzen dat hij zichzelf ook gewoon verder ontwikkelde. En sommige standpunten die hij dus eigenlijk eerder verkondigde, misschien deelde hij die eigenlijk niet meer langer op dat ogenblik. En uiteindelijk heeft hij dan besloten om zijn archief op een bepaald ogenblik te verkopen, via een veiling weliswaar. Maar dat was enkel en alleen om zijn archief op een of andere manier veilig te stellen voor later. Maar hoe dat getraaid of keert, uiteindelijk blijft de essentie hier. Kambalu heeft zich onrechtmatig het totale archief van mijn cliënt toegeëigend, zonder voorafgaandelijk toestemming te vragen. En heeft vervolgens het archief geïntegreerd in een eigen installatie, zonder eigenlijk enige noemenswaardige toevoegingen. En heeft het uiteindelijk verheven tot een eigen kunstuiting. Een kunstuiting waarvan Kambalu zelf meent dat dit eigenlijk binnen het situationisme kadert. Wat ook helemaal niet klopt. Want wat dat hier net ook uitdrukkelijk door de expert bevestigd is geweest, ook Kambalu maakt zich schuldig aan praktijken die eigenlijk niet stroken met het situationisme. Want hij vermeldt bijvoorbeeld de naam van mijn cliënt door de titel van zijn installatie. Hij heeft het werk gemaakt voor uiteindelijk wel een kapitalistisch instituut. En er dient een vergoeding betaald te worden vooraleer men de installatie kan bezichtigen. En bovendien vraagt hij ook nog eens aan de toeschouwers om foto's te trekken en deze te verspreiden. Dat zijn uiteindelijk allemaal aspecten die de situationisten, zoals ook hier net door de expert uiteengezet, verloochenden. Dus men kan dan eigenlijk ook niet anders dan oordelen dat ook al bevat het archief delen van tijdens zijn situationistische periode, want wel te verstaan, het volledige archief bevatte ongeveer een 48-tal dozen, gevuld met literaire teksten, foto's, brieven, die niet alleen dateren van tijdens zijn situationistische periode, maar van zowel ervoor als van erna, dat dit eigenlijk een toestemming zou inhouden, impliciet of expliciet, voor het mogen gebruiken en zich toe-eigenen van het integrale archief van mijn cliënt. En zelfs al zou het situationisme hier op een of andere manier een rol in spelen, dan nog dient men in acht te nemen wat de expert hier daarnet ook bevestigd heeft. De situationisten waren helemaal niet vies om eigenlijk, als er een werk zou gebruikt worden, dat op een manier dat hen niet zinde, om dat te gaan aanvallen en desnoods via een juridische burgerlijke procedure. Dat was het. Dus ook daaruit afleiden dat u onder andere ook zegt, mochten daar nu hele oude stukken uit de jaren 50 in zitten, waarvoor meneer Sanguinetti oorspronkelijk misschien een open licentie gegeven heeft, ondertussen is hij veranderd van gedacht en al is het een oud stuk dat toen onder de openheid van de situationisten viel, het is en blijft zijn stuk en het is en blijft zijn auteursrecht en hij zegt nu, nee, ik claim mijn auteursrechten. Inderdaad, hij heeft gewoon nooit een auteursrecht toegekend en dus is er geen sprake van enige overdracht of enig recht toegekend aan Kambalu om eigenlijk zijn werk te gaan gebruiken binnen een installatie, binnen het commerciële verkeer. Ja. Daar zit iets in, hè, meester De Neuter. Het is niet omdat de situationisten in de jaren 50 alles opengooien dat deze artiest zijn persoonlijke rechten. Maar je kan je niet blijven vereenzelvigen met die beweging, hè, en bij hoog en bij laag beweren en roepen, kijk, wij gaan voor de collectieve kunst, gebruik het, hè, kom geen toestemming halen, kom niks citeren. Hè. Dat is
Het is nog altijd de wilsautonomie van een auteur, voor zover dat meneer Sanguinetti nogmaals auteur zou zijn, quote non. Maar stel dat hij auteur was, dan had hij perfect kunnen zeggen wat hij ook gedaan heeft. Gebruik mijn werk, dit is voor, dit is de potlatch. U mag dat gebruiken. En dat heeft hij gedaan. En uiteraard, hij mag zich bedenken en zeggen, nee, vanaf nu mag het niet meer. Maar hij heeft het nooit gedaan. Hij heeft nooit een publieke statement gemaakt van, kijk, vanaf nu claim ik terug het auteursrecht in de klassieke zin. U mag het niet meer gebruiken. Integendeel, bij de ontbinding van de beweging wordt er een publiek statement gemaakt. Vanaf nu is iedereen situationist. Lees en versta. Oké. Het ligt hier nu op de straatstenen, gebruik het, neem het op. Wat mijn cliënt ook heel letterlijk gedaan heeft. Hij heeft in die 48 dozen stuk per stuk opgelift en het gebruikt en gehercontextualiseerd. Dan wil ik even verder gaan over het derde discussiepunt. Misschien ook wel het moeilijkste. Kunnen we hier eventueel spreken van een geoorloofde parodie, hè, waarover heel veel rechtspraak en rechtsleer is. Jammer genoeg niet zoveel heel duidelijke, letterlijke wetgeving in ons Belgisch recht. Als ik het goed begrepen heb, stelt de verwerende partij, als we geen gelijk hebben dat er überhaupt geen auteursrechten zijn en dat er een open licentie was, dan is dit toch wel absoluut een parodie. Kunt u dat nog even nader toe? Inderdaad, en wij worden daarin gesteund door de expert zoals we daarnet konden horen. Sta me misschien toe om heel kort theoretisch even de parodie te situeren. Zoals u weet, de auteurswet voorziet een aantal uitzonderingen op de exclusieve rechten die voorbehouden zijn aan de auteur. En in die uitzonderingsgevallen hoeft de derde persoon geen voorafgaande toestemming te vragen voor bepaald gebruik. Die regels zijn strikt opgenomen in de Belgische auteurswet. En daarnaast is er nog een ander regime. Want u zal eerst die regels moeten beoordelen. Anderzijds zal u moeten rekening houden met de zogenaamde drie-stappen-toets, die niet als dusdanig in Belgische wet is opgenomen, maar die ingegeven is door internationale verdragen. Wat is die drie-stappen-toets die u ook zal moeten gebruiken? Een uitzondering op het auteursrecht kan enkel in bijzondere gevallen. Dat is hier geen enkel probleem. Maar dan wordt het iets complexer. Er mag geen afbreuk worden gedaan aan de normale exploitatie van het werk. En de derde stap is de wettige belangen van de rechthebbende mogen niet onredelijk worden geschaad. Dus die voorwaarden moeten eveneens door de rechtbank worden getoetst. Nu, de uitzondering waar wij ons beroepen staat in de auteurswet en die stelt, wanneer het werk op geoorloofde wijze openbaar is gemaakt, kan de auteur zich niet verzetten tegen karikatuur, parodie of pastiche, rekening houdend met de eerlijke gebruiken. We noemen dit de parodie-exceptie. Nu, die termen zijn niet zo relevant. Waar gaat het over? Een parodie is eigenlijk een humoristische benadering van een bepaald werk of een situatie. Een karikatuur heeft eerder te maken met een personage en een pastiche heeft eerder te maken met een grappige stijlnabootsing. Maar het belangrijke element is hier die humor. En wat zijn nu eigenlijk de voorwaarden? Want er is inderdaad, zoals u zegt, heel veel rechtspraak geweest en die is geëvolueerd. En momenteel is die rechtspraak vrij eenduidig en ook bevestigd door het Europees Hof van Justitie. En waarin wordt gesteld, er zijn eigenlijk maar twee voorwaarden om een geldige parodie tot een geldige parodie te besluiten. Eén, de parodie moet duidelijk verschillen van het bestaande werk. Het mag geen klakkeloze overname zijn. Het is geen uitnodiging om gratuit plagiaat te plegen. Dat is één. En twee, er moet aan humor worden gedaan. Die humor, dat is ook wel belangrijk. Het gaat hier niet, want je zou kunnen zeggen, ja, parodie, dat heeft eigenlijk een connotatie van een vrij sympathieke, lieflijke humor. Nee, niets is minder waar. De humor mag best kritisch, bijtend, sarcastisch zijn. Het mag zelfs gaan, en dat is ook
bevestigd door het Hof van Justitie. Het mag echt over het spotten gaan. Hè. In die zin is het ook zo dat de parodie-exceptie niet alleen een uitzondering is op de vermogensrechten van de auteur, hè, het recht op reproductie, het recht op openbaarmaking, maar ook op de morele rechten. In inzonderheid het integriteitsrecht van de auteur. Die auteur moet een beetje, ja, die moet een beetje kunnen dulden. Hè. Die moet dulden dat zijn werk toch, hè, zijn integriteit een beetje wordt aangetast, hè, weliswaar op een humoristische manier. Nu, dit is een hele boterham. Het is inderdaad geen gemakkelijke oefening voor de rechtbank om te kijken van is dit weer een geldige parodie. En u moet eigenlijk ons inziens nagaan of er een evenwicht is bereikt tussen enerzijds de belangen van de oorspronkelijke auteur, maar anderzijds ook de vrije meningsuiting van de persoon die zich beroept op de parodie. En onze stelling is inderdaad dat het werk Sanguinetti's Breakout Area volledig voldoet aan die voorwaarden. Het is gedaan volgens de regels van de kunst. Enerzijds heeft, en dat wordt ook bevestigd door de expert, meneer Cambalo heeft een heel uitgesproken en een complexe installatie gemaakt, met een eigen inbreng en een duidelijk parodierende boodschap. Het is geen klakkeloze overname van dat archief. En ik wil toch heel kort misschien de aanleiding voor dit werk ook situeren. In die zin dat meneer Cambalo is een kunstenaar en die is geboren in Malawi. Hij heeft daar ook opgegroeid, hij is daar gestudeerd, kunsten en muzikologie. En daarna heeft hij verder een PhD gedaan in het Verenigd Koninkrijk. Nu, heel centraal in zijn werk, in zijn onderzoek, staat The Gift. The Gift is eigenlijk iets dat hij kent vanuit zijn roots, vanuit de economie van Malawi. Dat wordt gekend onder de naam de Niau-cultuur. En wat houdt dat in? Dat is, heel kort gesteld, dat de overschotten van middelen en van tijd worden in die cultuur niet op de markt gegooid en gecommercialiseerd, maar worden ter beschikking gesteld van de gemeenschap. Vaak wordt dat gedaan via bepaalde rituelen. En die rituelen, een van de gekende rituelen is de Great Dance. Dat wordt zelfs erkend door UNESCO als erfgoed. En dat is eigenlijk het thema van meneer Cambalo. Dat is eigenlijk die onvoorwaardelijke gift aan de gemeenschap. En bij zijn onderzoek, zeker in het Verenigd Koninkrijk, komt hij in contact met het situationisten die ook roepen van kijk, alles is collectief, wij geven. Gebruik het maar, onze kunst. Onze kunst is niet van ons. Geen copyright, enzovoort, enzovoort. En hij wordt helemaal daardoor geïntrigeerd. En hij zegt, dit is eigenlijk the closest it gets. Met mijn roots, met mijn cultuur. Die collectieve kunst die centraal staat. En dat is zijn uitgangspunt en hij raakt geïntegreerd. Maar langs de andere kant wordt hij ook onmiddellijk is het heel frapperend om te zien dat die situationisten ook niet altijd heel consequent waren en dat ook de idealen waar zij voor stonden, dat die ook nooit verwezenlijkt konden worden. En dat is eigenlijk de aanleiding van het feit van het werk dat hij geconcipeerd heeft. Hij kon er ook een paper over schrijven, heeft hij mij gezegd. Maar hij heeft beslist om daar een parodierend werk over te maken. Met als één van de aanleidingen, maar dat is niet de hele aanleiding, is inderdaad de verkoop door Sanguinetti van het archief. Maar het is eigenlijk een parodie op het hele situationistische werk. Met heel veel symbolen, met de Game of War van Guy Dubourg, met een spiegel waarover mijn cliënt straks nog wel meer zal kunnen uitleggen. Dank u wel, meester De Neuter. Parodie, meester Daan. Inderdaad. Nu dat de voorwaarden voor de parodie-uitzondering door mijn confrater uitvoerig werden toegelicht, staat het vast, als men die gaat toepassen op deze zaak, er hier geen sprake is van enige parodie-uitzondering. Want bovendien is het eigenlijk mijn cliënt al eerst en vooral niet duidelijk, was het nu effectief de bedoeling van Cambalo om een parodie te maken? En op wat was die parodie? Op wat had die parodie dan eigenlijk betrekking? Was dat op Sanguinetti, mijn cliënt zelf? Was dat op het archief? Of was dat dus op het situationisme?
Want men hoort hier eigenlijk twee zaken aan de overkant. Zowel op het situationisme als op mijn cliënt. Het mogen duidelijk zijn dat eigenlijk de verschillen, dus de eerste voorwaarden om beroep te doen op die parodieuitzondering, dat die verschillen die Cambalo aanbrengt in zijn installatie eigenlijk niet noemenswaardig zijn. Want de enkele toevoeging van zijn vingers bij het nemen van de foto's van het archief van mijn cliënt is eigenlijk onvoldoende. Het werk wordt op die manier eigenlijk helemaal niet vervormd. Want als men gaat gaan kijken naar de installatie, het integrale archief van mijn cliënt is gewoon zichtbaar. Er wordt eigenlijk gewoon iets toegevoegd, er wordt niets gewijzigd aan het archief. Nochtans kan men toch wel verwachten, voor eigenlijk voor een parodie, dat men enkel die kenmerken gaat gaan nemen van het oorspronkelijk werk die noodzakelijk zijn om te parodiëren, wat hier dus duidelijk niet gebeurd is. En ook die humor of die spot, ik zie het niet echt. Ik weet niet met wie hij de spot drijft of waar dat de humor in zijn installatie in vervat zit. Want hier ook weer nogmaals, drijft hij nu de spot met het situationisme of drijft hij nu de spot met mijn cliënt of met het archief of met de werken die erin vervat zitten? Who knows? Maar met wat of wie hij ook de spot drijft, eigenlijk de aanleiding, dat u zo net heeft gehoord ook, tot die parodie was dus de gift. De gift aan het museum of aan de gemeenschap of in de installatie staat to the world. Maar ik zie eigenlijk niet hoe dat die gift, dat voor mij uiteindelijk een geschenk is, hoe dat je dat kunt verzoenen met het feit dat een toeschouwer wel eerst een vergoeding dient te betalen vooraleer dat hij eigenlijk de gift kan aanschouwen. En bovendien is het volgens mij eigenlijk ook een vreemde benadering om dit hier als een soort van gift te beschouwen. Want het archief is eigenlijk net geveild geweest om juist veilig te stellen voor later en voor verder gebruik, maar dan wel met eerbied voor zijn werk. Het archief is eigenlijk ook totaal niet verdwenen achter slot en grendel, dus er was ook helemaal geen bedoeling om het terug te geven aan de maatschappij. Het werd eigenlijk opgekocht, of in de veiling gekocht, door een openbaar bibliotheek, waarbij dat het eigenlijk zichtbaar was voor eenieder die er een aanvraag voor indiende. Net zoals ook voor Cambalo zelf, want hij heeft het eigenlijk volledig kunnen overnemen. En zelfs al zouden er nog verschillen in zitten, of zelfs al zou er humor of spot in zijn, ik denk ook niet dat men hier kan spreken dat er eigenlijk een rechtvaardig evenwicht bestaat tussen de belangen van mijn cliënt en de vrije meningsuiting van Cambalo. Want als je eigenlijk al het voorgaande in rekening gaat nemen, dan kun je eigenlijk niet anders dan concluderen dat Cambalo eigenlijk de integriteit van mijn cliënt en van het werk schendt. De geest eigenlijk van het archief wordt door zijn installatie geschonden. Want eigenlijk het werk as such wordt eigenlijk niet gewijzigd. Er wordt gewoon een andere betekenis aangegeven, een onjuiste betekenis. Het werk wordt eigenlijk gewoon misvormd dat het enkel en alleen de eer en reputatie van mijn cliënt schaadt, of minstens kan schaden. De installatie komt als zeer offensief over, wat tegen partij ook zo net heeft bevestigd dat dat mogelijk is, maar waarbij dat het uiteindelijk gewoon een persoonlijke aanval is geworden op mijn cliënt zelf, met enkel het doel het kwetsen van het integriteitsrecht van mijn cliënt. En bij wijze van voorbeeld wil ik hier ook graag eventjes verwijzen naar een van de brieven die zich ook in de installatie bevindt, namelijk een brief van Bill Brown gericht aan mijn cliënt, en waar dat eigenlijk Cambalo verkeerdelijk de indruk wekt, zonder verdere duiding of context, dat het een kritiek zou uitmaken op mijn cliënt die zijn normen en waarden zou verloochenen. Maar dat klopt helemaal niet en dat is ook bevestigd geweest door Bill Brown zelf, die uitdrukkelijk heeft gevraagd aan Cambalo van ja, waarom heb je mijn brief gebruikt? Die brief was eigenlijk enkel bedoeld om aan te kaarten. Dat was een persoonlijke vete tussen Sanguinetti en Bill Brown. Dat had niets te maken met eigenlijk het situationisme op zich. Dus als men dat gaat gaan kijken, als men gaat gaan kijken naar de voorwaarden van de parodieuitzondering, want de expert kan nog altijd een mening hebben over hoe dat het uiteindelijk zou kaderen binnen een parodie, maar waarbij dat hij duidelijk ook heeft gesteld dat het niet in de klassieke zin van het woord een parodie uitmaakt, ja, dan kan men niet anders dan oordelen dat de parodieuitzondering hier geen uitwerking heeft en dat dus de auteursrechtelijke inbreuk op mijn cliënt zijn werk vaststaat.
Komt de normale exploitatie van het oorspronkelijke werk van uw cliënt in het gedrang door? Uiteraard. Het wordt helemaal misvormd. Het wordt helemaal toegeëigend door eigenlijk Kambalu zelf. Waardoor dat het ook niet langer duidelijk is wat die normale exploitatie nog kan inhouden door mijn cliënt zelf achteraf. Het feit dat een en ander, en ik richt mij tot beide raadslieden natuurlijk, het feit dat een en ander precies in die context van die situationisten zich situeert, maakt het absoluut heel moeilijk. Hè? Omdat terecht wordt er gezegd, het spelen met processen is ook voor een stuk het procedé dat gebruikt is door die situationisten. Ik denk dan toch, als u vandaag de vordering instelt, dat u die vordering instelt namens een privépersoon die vandaag moeilijk nog een situationist kan genoemd worden. En dat we deze vordering, en of dat het al dan niet een parodie is, al dan niet een open licentie is enzovoort, dat we dit moeten beoordelen binnen wat de situationisten dan zouden noemen de bourgeois-cultuur is, denk ik. Dat we de bestaande wetgeving, rechtspraak en rechtsleer moeten eerbiedigen. Ja, uiteraard. Absoluut, ja. Daarop is uw vordering ook gebaseerd. Maar toch legt u beiden heel sterk de nadruk op. U moet het in de context van die situationisten zien. Wel, helemaal niet, want ik denk dat ik mijn betoog ben begonnen door te zeggen dat of het nu kadert binnen het situationisme of niet, dat dat totaal irrelevant is voor deze zaak. Dus okay. Ik verwijs gewoon daar. Dat is duidelijk. Maar voor u, meester De Neuter? Voor mij is het... Is dat wel relevant? Zeker mee, hè? Maar dat betekent niet dat het geen juridisch verweer is. Hè? In de zin dat één, het moet nog altijd gaan over auteursrechten, die in casu niet gecontroleerd worden door meneer Sanguinetti. Langs de andere kant vind ik, hè, als men, hè, dat is nu net de parodie-exceptie, en, want blijkbaar mijn achtbare tegenstreefster begrijpt toch niet helemaal goed waar de humor zit, hè, en waar de gift zit. Hè, en wat is nu net de clou van het verhaal en de aanleiding, want dat is wel het werk dat destijds in de Biennale is vertoond geweest. En dat was de drijfveer, hè, het eerste couplet zeg maar, van het werk van mijn cliënt. Wat zag hij? Hij zag dat archief dat verkocht was, hè, op een heel kapitalistisch, op de meest kapitalistische wijze, aan een bibliotheek die in tegenstelling tot wat hier beweerd wordt, helemaal niet zo openbaar is als hè, want niet iedereen kan er zomaar binnen. Hè, je moet daar toch wel een aanvraag doen, je moet een PhD hebben enzovoort, hè, om toegang te krijgen tot dat archief. Wat hij mijn cliënt heeft gedaan, ja, maar dat staat toch zo haaks op die collectieve kunst die zo gepredikt wordt, hè? De gift. En wat heeft hij gedaan? Hij heeft gezegd, kijk, ik pak stuk per stuk uit het archief, hè? Ik approprieer het, ik hercontextualiseer het en ik begrijp zelfs niet wat die man bezield heeft. Hè? Dat heeft meneer Kambalu ook gezegd. Ik begrijp niet wat de drijfveer was van meneer Sanguinetti. Het is niet dat ik hem daarom veroordeel of zo. Want het kan zijn dat hij heeft dat ook zo gezegd. Het kan zijn dat hij misschien geldproblemen had. Hè? Ik weet het niet. Maar wat hij wel heeft gedaan, hij heeft gezegd, eigenlijk uit respect en ook uit eerbied voor die situationisten, breng ik het archief terug uit de doos. Ik haal het uit de doos en ik breng het terug naar het land van herkomst, naar Italië. Dat was de oorspronkelijke beweegreden van mijn cliënt. Als daar de humor en de symboliek, hè, niet wordt ingezien, ja, dan zitten we ver af, hè, van de realiteit. Dat is één. En twee, wat wij ergens in heel deze procedure toch vermoeden, is dat meneer Sanguinetti eigenlijk die handeling niet zozeer... Hij voelt dat, hè, een beetje zijn integriteit inderdaad raakt en zegt van, kijk, oh, ik vind dat niet tof. Hè, er wordt een beetje gespot met mij, hè, met mijn handeling. Maar dan staan we hier niet voor de juiste rechtbank. Hè? Want dan is het inderdaad zo dat als zijn naam, hè, beklad is geweest en als hij zegt, ja, ik heb schade geleden, dan moet hij dat in een onderscheiden procedure doen, maar niet het auteursrecht, hè, onrechtmatig aanwenden om hier een stakingsvordering, een vrij mediatieke stakingsvordering, want ik zie hier overal camera's, dat te doen. Ik wil daar nog eventjes op alluderen dat... Het integriteitsrecht wel degelijk een onderdeel is van de morele rechten, dat een onderdeel is van het auteursrecht van mijn cliënt. Dus. In de stakingsvordering, waar al dan niet kan beslist worden dit is een geoorloofde parodie of niet, ziet u de parodie puur als een inbreuk op de vermogensrechten? Of kan dat ook een
wegnemen van de morele rechten zijn. Meester De Neuter heeft gezegd, eigenlijk is elk gebruik van een werk in een nieuwe context al voor een stuk een inbreuk op die integriteit. Dus dankzij de parodie mogen we zowel een inbreuk maken op de vermogensrechten als op de integriteitsrechten. Zeker als de auteur in kwestie zelf spraakmakend en van de toren heeft. Maar misschien is dat niet de visie van de eisende partij, nog van de meerderheid van de rechtsleer en de rechtspraak. Als je op de parodieuitzondering kan beroepen, dan eventueel. Maar hier moet men nog steeds die belangenafweging maken en een rechtvaardig evenwicht vinden tussen eigenlijk de rechten van mijn cliënt en de belangen die Cambalo heeft bij het tentoonstellen van die installatie. En die zijn duidelijk ook enkel en alleen economisch getint. Ja, oké. Ik heb nog een vraag voor de verwerende partij. Omdat we voortdurend maar dat werk citeren en bespreken, Sanguinetti Breakout Area. Ik heb mij al veel afgevraagd, als dit allemaal moet vertaald worden. Wat bedoelen we nu juist eigenlijk met breakout? Moeten we daar ook een deel van het parodierende in vinden? Is de titel zelf al parodierend? Waar staat breakout voor? We zouden het eigenlijk best aan mijn cliënt zelf vragen. Dat ben ik ook van plan, dat zou ik graag straks maar doen. Maar ik kan hem misschien al heel kort inleiden. Het heeft inderdaad een dubbele betekenis, in die zin dat de breakout is enerzijds de breakout van de situationisten om te zeggen, kijk, we stoppen ermee, de beweging is ontbonden. En anderzijds is het ook een term die refereert naar de Game of War, het bordspel dat ook al geciteerd is door de expert, waarbij de breakout eigenlijk de connotatie heeft van een counterattack op de speler. De speler wordt aangevallen en je krijgt een counterattack. Heel concreet, meneer Sanguinetti heeft zijn archief tussen aanhalingstekens, verkocht aan de hoogste bieder. Dat was de aanval. En dit is eigenlijk die counterattack, vandaar die breakout. Dank u wel. Hebben de raadslieden nog bijkomende argumenten, vragen? Zo niet. Dan zou ik graag eens, aangezien uw cliënt toch aanwezig is, meester De Neuter, aan uw cliënt een paar vragen stellen. Mr. Cambalo, welcome again to your proceeding. Thank you. I'm very glad that you're here because we're discussing your work. And until now we have heard an expert saying what he thinks of your work. We have got two lawyers who say different things on the same work. And finally, I will now ask the artist to give some explanation on how we should see this work. I would like to give you first a few minutes, not too long, and I will interrupt you if it would take you too long. But there is a text for the museum catalog and for the exhibition itself saying why Sanguinetti breakout area. That's a text I have read meanwhile. But could you shortly explain actually why did you make this work? Why Sanguinetti breakout area? Yes, well, I could start from the beginning. This is started with a fellowship at Yale. I went actually to research William Blake, looking at psychogeography in William Blake. I make films, and while making them, I also do some research. So that when I go out on the streets to make them, I'm equipped with ways of looking at the world, and I thought, you know, William Blake, the way he made work, walking around London could inspire me. So that's what I did. But at one point, I went to Beinecke, and then to look at situationism, because the idea of psychogeography, which I was using to look at William Blake, came from the situationist. And then I came across this archive, and when I looked it up, it turned out that it had been bought under controversial circumstances from Italy, from an Italian situationist, Gianfranco Sanguinetti. And there was an outcry
because our situationism is associated with a certain kind of generosity. It's also supposed to be anti-establishment. So when Sanguinetti sold this archive to Yale, there was an outcry. So there I was sitting in this exclusive archive, but not all followers of Situationism are happy about it. An idea occurred to me that what if I then just took the whole archive back to Italy? So I sat down to photograph the whole archive. That's what I did over 4 months. I would go into Beinecke Library and just simply photograph page by page. But I knew that I couldn't just photograph it. I had to insert myself in the work as an artist. So what I did was to lift the documents up and photograph them in my hands. And I thought that looked like a work of art there. And so I just have the archive with me. I didn't know when I was gonna share it with the world. I shared some of the, actually, my work on Instagram and Facebook, but otherwise I just put away. And then I was invited to take part in Venice Biennale 2015, and I thought this was the opportunity to show the work. So I proposed it to the curator that Sanguinetti sold this archive to Yale for about $2 million, and Situationists, not all Situationists are happy about it, including myself, a follower of Situationism, because selling the work to Yale meant that not many people see it. Where I was doing this research at Beinecke Library is very exclusive, you know, to top scholars. And I thought I'll just simply take the work back to Italy and share it with the public. And that's what I did. It was my a kind of gift to the Situationists and to the people of Italy and to the world who were going to be deprived of this archive where it was sitting at Yale. I thought it was a Situationist move, actually, because the Situationist built their thinking around the idea of the potlatch, the idea that ideas are for sharing. You have an idea, you pass it on. So the work was displayed, and I think within the week of displaying the work, we got a court summon. And the case went on for the whole duration of the Biennale. But lucky, in the end, we won the case. That's in a nutshell. But it was, for me, an act of gift-giving, if you like. And it's been difficult ever since. Here we are again, the same case in court. But I'm hoping that the turnout will continue on this notion of the gift for what the work was intended for. I basically wanted to put out into the world and see what people make of it. Yeah, if you call it an act of gift giving, you call it a very positive act. Your lawyer has been pleading that this is a parody and that is critical. One might accept this as rather negative, giving critiques. So I would like to give now the floor to both of the lawyers to put additional questions to you and also to broaden my view on this case and on is this a parody or not, for instance. Ik zal eerst het woord geven aan de eisende partij om bijkomende vragen te stellen. U mag die onmiddellijk in het Engels aan de kunstenaar stellen. Ik denk dat we allemaal voldoende Engels begrijpen om de griffier de nota in het Nederlands te laten nemen. En u kunt dan achteraf het zittingsverslag nalezen voor het getekend wordt. Meester Daam, hebt u een bijkomende vraag? Straks kwam er bijvoorbeeld even aan bod. Hè. Is dit nu een kritiek op meneer Sanguinetti als persoon of wel op een werk enzovoort? Ik denk dat dat ook aan bod moet komen, maar ik geef u natuurlijk in alle vrijheid het woord om de vragen te stellen die u wenst. Dank je wel, meneer de voorzitter. Jij hebt
A couple of questions actually for you. The first one is actually, to what extent is the installation a parody? Was it your intention to create a parody? Yes. Yes, because when I speak of gift giving, it's not necessarily as easy as it sounds. Gift giving is actually requires a tremendous amount of skill, I think. So that's why I had to insert myself in the work. So approaching it as a parody is a way of giving. This would complicate. It's not too sure what I'm giving. I don't think I was necessarily giving the archive. I think there's something more happening there. But I had to insert parody because that's what Situationism advocated. You know, their most popular publication was called Potlatch. And in it, they invited this kind of just go for it, don't ask for copyright. And I know at one time, somebody asked the Situationist for copyright, and they stopped them from having their copyright because they say that if you ask us for copyright, you don't understand what's happening. So I just went for it, and I just, I think my hand, you can see my hand in the picture, is performative of this act of giving that the Situationists were advocating. Whether that hand is parody or not, I think so. I think I was asking questions. To what extent were what they were saying about free copyright really meant? To what extent did they mean that? I want to see how far this hand that I was stretching out in the photography, in the photographs of the archives, how far it could go. It's a performance, you know. The way giving is done in Malawi, where I'm coming from, is that it's not necessarily reciprocal, because like my father's tribe, the Chewa, want to put out this idea of obligation. Usually when giving is done directly, it creates obligation, it creates a return. And to avoid that, you have to insert something else. And in Malawi, we have what's called Gule Wankulu, and it's a play. So when the masks come out, people are able to give and take without putting each other in debt. So for me, by using parody to give this gift to Italy, to Situationism, to the world, I thought it would avoid that narrowness of a simple reciprocity or debt. I'm not too sure. Yeah, in fact, I think that this work was a gift to Sanguinetti. I think, in my opinion, I made him valid again as a Situationist. But you started your first exposé by saying that you knew that you couldn't just copy the work as such, that you had to do something more before so I'm not sure whether your intention was to parody the work, because you actually wanted to give it back to society, but why did you bring it up in the Biennale of Venezia or here at Musée? It remains a commercial institution where you still have to pay an entrance fee before you can gain access. Yeah, so that's why maybe parody is important, because one of the reason why the Situationists disbanded was that
They thought that everything had been commodified and there was no point continuing with political agitation. Because whatever anybody could do could be sold. But then Guy Debord put forward this idea of strategy, that if you can use strategy, the gift still can be given within the commercial networks of contemporary world, this gift still could be given. So that's why I'm saying I don't see the museums, their involvement in the commercial art world is a problem here. I think that by inserting yourself, by using strategy, as is proposed in the Game of War, you could give a gift. We could. And I just wanted to say here that what I'm giving is not as simple as simply giving the archive to the world. There's more happening there. The gift may also not necessarily mean a positive thing. A gift is sometimes it's simply a gift. It can be good or bad. And I'm interested in that kind of grayness of the gift, if you like. So I don't know whether that's I don't know whether that's a. If I may add to that from my side, what is not completely clear to me yet is a parody, is a new artistic work giving a comment on an already existing work. Now, with the parody you've made with your Sanguinetti breakout area, is that a comment on an original work by Sanguinetti? Is it a comment on the decision to sell his archive? Or is it a comment on the person Sanguinetti, the fact that he changed from a very leftish man to a rather capitalist man claiming author's rights? What do you really comment? The person, his act of selling the archive, or the proper archive? Or the movement. I think that I'm commenting on the on the situationist idea of giving. You know. Well, there are so many layers. I could claim actually that maybe it's addressing all those levels, but the central concern for me is really a potlatch in its many ways. It could be just him. What was he doing selling the work to Beinecke? What was this? I think he thought he was giving something to the world. I don't think he was just thinking that he was selling. In fact, he had an argument with one of his archives, Bill Brown, and he, Sanguinetti's point was that maybe this archive would be more seen at Yale than where it was. I can't remember where it was, whether it was in Prague, where it was being eaten by rats. So I think Sanguinetti is with me on this maybe investigation, whether the gift can be given at all within commercial networks. Is that clear? Maybe you can clarify the question for me. I think I'm commenting on the situationist idea of giving in its many manifestations, you know. Okay, thank you very much. Your lawyer wants to add something to that. I have one question that relates to the argumentation of the adverse party. They say, well, that your work lacks a proper input from your side, that it's merely copying and not your proper input. We have discussed already, and you have explained very well, the hand, which is visualized.
Are there, because I had the opportunity to see the work already at Musée, I noticed there are a lot of other symbols, objects that are included in the installation. Could you elaborate a bit on why these objects, like these, the game board and the mirror, why they are, what's the meaning of it, and how they contribute to the installation as a whole? Yeah, so again, why you could say why Situationism, I think I've spoken on idea that Situationism is based on idea of giving, as opposed, let's say, to capital. I think they were interested in the idea of the gift economy. And this attracts me as an African. And another thing is that many aspects of their lifestyle reflect of some things, some of the modern lifestyles I saw growing up in Africa. And one of them is a guy I have in the installation at Musée, who is a man called John Chilembwe, who was a Pan-Africanist, who actually died in 1915 for the right to wear a hat before a white man. It was forbidden to. And you can see his photograph in the installation. He's standing next to the white person who was a friend of his, and that's an act of defiance. And again, Chilembwe applied for permission to start an industrial mission. But what happened was that the farm that he opened in Malawi, in Chiladzulo, became subversive in that it concentrated more on tailoring, dressing up, schools, building churches, rather than field work, so that shocked the colonials. In other words, like the situation is, Chilembwe pitted a gift economy against this kind of aggressive capitalist economy of the colonials. And for me, it makes him a prototype situationist, you know? I've learned lots from Chilembwe, as I have from the situationist. A lot of people accuse the situationists of not doing any work, but actually, when you look at their photographs, them dressed up and hanging about town, that's a lot of work to me. So I'm drawing these parallels, no doubt. The big interest here is, of course, situating art within values of the gift, as opposed to, say, values of capital. Yeah. Mm-hmm. So. Okay, thank you. Yeah. Adding to the installation itself, one of the big problems of interpreting this work, for me until now, is the reference made several times to The Game of War by Guy Debord and the proper installation. I don't see the link. I mean, could you explain in what sense the game is used in the installation and is really part of your work? Yeah, I think that the way I use The Game of War there, maybe it's more like a signifier, the same way I've used the archive. I didn't read most of the archive. I simply used the archive as an object and mobilized it as an art object. And the same with The Game of War. I have used one half of the game, elements of one half of the game. The other half is not featured in the installation. But the pieces are then turned into plinths, into elements of an installation. My reasoning is that once you enter into that installation, you are entering a strategic game, you know? That's going on between me and the Situationists, between me and Sanguinetti. So, because that's what The Game of War is about. It's a game of strategy. It's Guy Debord when he said, okay, since everything has been commodified, all areas of life have been commodified, we can only move through strategy, through tactic,
tactical maneuvering, and that's what's happening there. It's just maybe now the game of war in the installation is more a signifying metaphor for a certain game that I've entered with sanguinity by introducing this idea of the archive as a gift. A gift causes problem. A gift is always some kind of Trojan horse. When you get a gift from somebody, you don't know what you're getting. And I propose to give something using through the archive, but what it is that I've proposed to give to the world through this archive, I'm still waking up myself, I would say. But by the end of the day, the idea of what I think a gift is also has to be considered, which is a gift is simply time outside necessity, outside work. That's hard. That kind of time is hard to find in this day and age. But maybe through tactical maneuvering, through parody, through introducing a bit of play between counterparts, maybe we can find this elusive sovereign time that the situation also advocated. And that's why you can see in their photographs, they are pursuing this sovereign time that's hard to find in a way, in a world where everything has been commodified and all life is being built around work. I don't know whether that's, it's making sense to me, but I hope that's... I'm trying to make sense of it, indeed. Okay. There is one other question related to the installation itself and the name of your project, of your artwork, Sanguinetti Breakout Area. I already asked to your lawyer what you actually mean with that breakout. So could you explain the title? But there's a second part of my question. It's the same title as your work in Venice. While there is one main difference between the two works, I think, and that's the letter of Bill Brown that was explicitly present in Venice, but not or less in Ostend. So first of all, what do you mean with the title? Second, why the difference between Venice and Ostend, and what's the role of the letter of Bill Brown? Yeah, breakout area is basically the places where in companies, in workplaces, is proposed as a place where you can take time out from work. Of course, this is not what the situation is to think are real places of sovereign time, because the break that you take in the breakout area in a company is just so that you take a rest and you go back to work. But still, I thought something could happen in an area like that, an area of play. It's like an open field for me where things can happen. So I designed the installation, not only based on components of Game of War, but these components made up a design which had a breakout area in mind for me, where a place where they can, like, time out, you know? The connection with taking the work here is actually, when I was showing this work in Venice in 2015, the Belgian Pavilion happened also to feature Vincent Mizen, who does a lot of research in situationism as it manifested in Africa. One of the curators who saw this work, Philip van der Bosch, he thought maybe it would be interesting to bring us together, because we were all, both of us were looking at a situation is from an African perspective. So this is what brought us together here, actually. So next to this Sanguinetti breakout area is Vincent Mizen's film installations that were made in Africa. Again, looking at Africans who had interest in situationism. It's coming from another angle, but we meet somewhere.
And why is the Bill Brown letter not as explicit that's in Ostend? That's a good one. I think we wanted to... this is an evolving installation, and Bill Brown came because he's the one partly who inspired me to take the archive back to Italy, because he's the one who wrote who broke his friendship when he realized that Bill Brown used to be a Sanguinetti's translator. He was slowly putting the archive online, but he suddenly withdrew the relationship and sold his archive to Yale. And Bill Brown wrote a letter breaking up his relationship with Sanguinetti, and he posted it online. And it was very kind of angry, and that's what I did. I took it to Venice, but then what I did in Venice was to detune it. I didn't just simply publish the letter on the wall in its full. I put photographs over it in case he complained about copyright or something. I thought I would do something myself. And so if he claimed that I had published his letter, I would disagree, because actually you can't read many parts of the letter. And coming to Ostend, the installation had moved on. So I thought I would include new elements. The thing that we've included now is the taking the place of Bill Brown is the letter I wrote to the Venice judge defending my installation, and also elements from the case, from the case when he was taken to court in Venice. So we have the publication in there, and yeah, so the installation is always evolving. There's no, there will be new elements introduced if need be. And then that's very situationist, that everything is always evolving. Yes. Probably, yes. Meester Daam, uw vordering betreft onder andere ook thesis. Wat hier in deze box zit, wenst u daar eventueel nog een vraag over te stellen aan de Kambale? Niet noodzakelijk. Ja. Daar heb ik geen vraag over. Maar wat ik wel zou willen benadrukken, is dus eigenlijk uit al hetgeen wat we hier zo net Kambale hebben horen zeggen, ja, kan ik eigenlijk alleen maar concluderen dat hij op voorhand wel wist wat hij moest doen om ervoor te zorgen dat hij eigenlijk geen inbreuk zou plegen op een ieder zijn auteursrecht, maar waar hij dus duidelijk wel in gefaald is. Maybe I should translate this, because this literally concerns yourself, the lawyer of the claiming party, the claimant, is actually saying that from what you have been saying, that you should have known and that you were well aware of the fact that when you made the copies of the documents, that you actually needed the consent of the owner of the archive. You knew that you had to do something with the archive, with the letter, because otherwise... With the letter? With the letter of Bill Brown? Bill Brown, not with the archive. No. That's not what I heard. Yeah, well... Yes, but we're also aware of that the situation, if you ask them a question, the situationists are well known for writing rude emails and replies. If you ask a question that seems like, you know, so I dared not ask them permission. I wasn't too sure. As for Bill Brown, he's part of situationism. You know, and I don't know whether I think I still have to insert myself. I have no interest in just wanting to publish the documents as they are. I always, whatever I do, I want to insert myself. And when I do that, I feel, in a way, justified. Well, this is what the situationist advised, that if you feel moved by any of our work, go ahead, use it. If you ask us for permission, it means you don't know what's happening, so don't use it. I would like to think I knew what was happening,
I had studied this work a long time. It was part of my PhD research. And I had considered all scenarios in a way. To the best of my ability, anyway. Did you ever think it's something your lawyer has been pleading? I don't need any consent now to make copies because situationists always were for open resource. Everyone can copy everything. So there is an open license, and I'm just using that open license. Yes, I think that, and by the way, Sanguinetti was putting this stuff online anyway. And he, through Bill Brown, if you look at Not Bored, there's a website called Not Bored, he just suddenly stopped. And I can add something, by the way, if I may, which is that his selling of the archive was also a reaction to the wife of Guy Debord selling the archive of Guy Debord to the French government. And that archive contained a lot of letters from Sanguinetti to and other situationists. And originally, Alice Becker Hall was going to sell the archive to the United States, but the French government intervened, said situationism. Guy Debord is a national treasure, so they managed, the minister of, I don't know, I can't remember. She raised money and then bought this archive and kept it in France. And when Sanguinetti heard that, he was upset. And it seems as if he sold this archive to America in kind of some kind of retaliation with Alice Becker Hall. Say you sold letters I wrote to your husband to the French government. I'm going to sell letters your husband wrote to me to the United States. And I came in against this background. A very complex. Okay, thank you. Wenst iemand van de raadsleden nog een vraag te stellen aan de heer Kambalu? Meester Daam? Alles is gezegd geweest. Nee, meester De Neuter? Thank you. Nee. So, Mr. Kambalu, we're going to close this debate. However, as you're the defending party, you have the right to say the last words. If you want to add something to what has been said in court today, you've got the floor, not for an hour, but for a few minutes if you want to. Last words, if you think something, some addition is needed. I have to add here that perhaps I can just expand on what I've already said, which is that I saw my taking the archive to Italy as a gift to Sanguinetti, actually. I thought I would make him credible again as a situationist. I invited him to this strategic game of gift giving. I invited him on the scene, and I was happy. First of all, it was terrifying when I got to escort someone from the court of Venice. But on second thought, I thought he had come to the arena when I gave him a chance to redeem himself. And for him coming to the arena has meant that he has opened up again the archive to the world. That's why we're here. I think we are here mainly because he sued us. So he came to the game. He's playing the game with me, and it's something actually I'm grateful for that he did that. So maybe it's a weird gift he's given me. I don't know. This is all open. But yeah, there's no malice in my act. And I hope if there's any thing coming into this, it has to be with bearing in mind that it's all been done in good faith, according to situationist values. All right, thank you. Okay, thank you very much, Mr. Samson Kambalu, for your being here and your explanation on your work and for answering to the questions of both the lawyers and the court.
Als jullie niets hebben toe te voegen, raadslieden, dan kunnen we, denk ik, na kennisname van de persoonlijke verklaring van de artiest, na kennisname van het expertiseverslag van jullie argumenten van beide zijden, de debatten sluiten. En dan zou ik de zaak in beraad kunnen nemen voor een uitspraak op kortere of lange termijn. Evenwel heb ik overwogen dat het eigenlijk onmogelijk is om over deze zaak uitspraak te doen als we niet echt in aanwezigheid van de partijen, en het is vandaag daarboven in aanwezigheid van de artiest, het werk kunnen bekijken. En dus, meneer de Griffier, u hebt dat gecheckt, dat wij effectief ook nog naar museum kunnen. Ja, ik heb vandaag eventjes gecheckt, want ik denk, gezien de hoge dringendheid, dat het misschien interessant zou zijn dat we vandaag nog zouden kunnen gaan, als dat voor beide meesters en hun cliënt schikt. Wel, dan zou ik voorstellen dat bij deze... Dan worden de debatten voorlopig geschorst en gaan we ter plaatse in het museum de installatie bekijken. De zitting wordt geschorst. Guide us around in your installation. You see, it's all up there. And did you yourself choose the location within the museum, or is that the curator's choice? It was a curator's, it was a fight. Oh, that's so good you asked that. Now you're into the right into situationism. Oh, that's a great observation. Vonnis in de zaak van Gianfranco Sanguinetti, kunstenaar en schrijver, wonend te Praag, Tsjechische Republiek, met gerechtelijke woonplaats bij zijn raadsvrouw, eiser, vertegenwoordigd door meester Elisabeth Daam, advocaat te Brussel. Tegen Musee VZW, ondernemingsnummer 08-325-383-589, met zetel in de Romestraat 11 te Oostende. Vertegenwoordigd door meester Didier de Neuter, advocaat te Brussel, bij wie ook gerechtelijke woonplaats wordt gekozen. En mede in de zaak betrokken, de gedaagde in tussenkomst, de heer Samson Kambalu, kunstenaar, academicus en schrijver, met woonplaats te Oxford, Verenigd Koninkrijk, maar woonplaats kiezend bij zijn advocaat, bijgestaan door zijn raadsman, meester de Neuter, voornoemd. Gezien de processtukken, in het bijzonder de dagvaarding in tussenkomst, de conclusies van de partijen, als ook het deskundig verslag van de heer Sven Lutiken en de tussenvonnissen in deze zaak. Gehoord, ter zitting van heden 6 augustus 2020, de mondelinge toelichting van voormeld expert, als mede zijn antwoorden op de door partijen gestelde vragen. Gehoord de verklaringen van de heer Samson Kambalu tijdens de persoonlijke verschijning van dezelfde datum. Rekening houdende met de vaststellingen van de plaatsopneming, bevolen bij tussenvonnis van eerder vandaag, waarbij de rechtbank beslist heeft om het kwestieuze kunstwerk Sanguinetti Breakout Area in het Museum Musee aan de Romestraat Oostende ter plaatse te bekijken. Overwegende dat de vordering van de eiser een stakingsvordering is op grond van een mogelijke inbreuk op auteursrechten, waarvoor de voorzitter van de ondernemingsrechtbank bevoegd is. Aangezien de dagvaarding en de andere processtukken rechtsgeldig zijn opgesteld en betekend, dient de vordering ontvankelijk verklaard te worden. Wat de grond van de zaak betreft, vordert eiser een bevel tot staking van het tentoonstellen en verder gebruiken van stukken uit het archief, uitgeleend of overgedragen aan de Beinecke Library door de heer Sanguinetti. Wat dus concreet inhoudt, dat het werk Sanguinetti Breakout Area niet verder mag tentoongesteld worden en meer bepaald het werk dient verwijderd te worden uit de tentoonstelling History Without a Past in het museum in Oostende. De editie Thesis niet verder mag tentoongesteld worden, nog te koop aangeboden. De bezoekersgids van het museum, die ook reproducties van archiefstukken bevat, niet verder mag verspreid worden. En dit alles op verbeurte van een dwangsom van 20.000 euro per dag. Ten slotte vordert eiser natuurlijk ook de veroordeling van verweerders tot de kosten van het geding.
Eyser steunt zijn vordering op een inbreuk op zijn auteursrechten op de door de heer Kambalu gefotografeerde archiefstukken. De tentoongestelde foto's werden genomen zonder toestemming van Eyser, die wel zijn archief heeft overgedragen aan de Beinecke Library, maar niet de auteursrechten daarop. Als geen toestemming werd gegeven tot reproductie van deze stukken, werd a fortiori geen toestemming gegeven voor de tentoonstelling van de reproducties. En al helemaal niet voor een tentoonstelling waarvoor verzoekers een toegangsprijs dienen te betalen. Dat daarenboven deze bezoekers opgeroepen worden om de tentoongestelde materialen ook zelf nog eens te fotograferen en te delen op allerhande sociale media, zou aldus Eyser al helemaal niet kunnen. Tevens stelt de Eyser dat er een schending is gebeurd van zijn integriteitsrecht door geen of onvoldoende duiding te geven bij het werk, door een gebrek aan afdoende hercontextualisering en door de beledigingsbrief van Bill Brown zonder duiding op te nemen in de publicatie Capsules, Mountains and Forts, die tevens ter inzage ligt in de tentoonstelling. De verwerende partijen. Bij monden van hun gemeenschappelijke raadsman voeren als verweer dat de vordering onmogelijk gegrond kan verklaard worden, omdat, in hoofdorde, Eyser geen auteur van het archief zou zijn, nu door verweerders beweerd wordt dat het gros van het materiaal van derde partijen afkomstig zou zijn. En in ondergeschikte orde te stellen dat verweerder, de heer Kambalu, slechts gebruik gemaakt heeft van een zogenaamde open licentie. In verder ondergeschikte orde beroepen verweerders zich op de exceptie van parodie. Overwegende dat het debat zich inderdaad juridisch toespitst op deze drie punten. Heeft de heer Sanguinetti überhaupt auteursrechten op de tentoongestelde rechten? Is aangaande deze stukken eventueel een open licentie van toepassing? En kunnen de tentoongestelde afbeeldingen als een parodie beschouwd worden? Wat het auteursrecht betreft, heeft de plaatsopneming geleerd dat er inderdaad ook foto's, brieven en andere teksten van derden door de heer Kambalu gefotografeerd en tentoongesteld zijn, respectievelijk in zijn boek Thesis opgenomen zijn. Op het eerste gezicht kan samen met de verweerders dan ook gesteld worden dat de heer Sanguinetti wellicht geen auteursrecht heeft op een aantal van de tentoongestelde werken. Er kan echter niet ontkend worden dat verschillende foto's, teksten en tekeningen wel van zijn hand zijn. Een stakingsvordering zou wel mogelijk zijn bij de reproductie van één origineel blad. De plaatsopneming heeft geleerd dat het evenwel om vele bladen gaat. Brieven, persoonlijke documenten, tekeningen, foto's. Daarboven zou kunnen gesteld worden, en volgt de rechtbank de redenering, dat het geheel van de collectie, zoals overgedragen aan de Beinecke Library en gekopieerd door de heer Kambalu, het resultaat is van een jarenlange verzamelijver vanwege de heer Sanguinetti en dat de selectie en samenstelling van dit hele archief daardoor één geheel wordt dat meer is dan zijn samenstellende delen. Het is met andere woorden een originele creatie en daarop kan de heer Sanguinetti wel degelijk zijn auteursrechten claimen. Ten tweede heeft de heer Kambalu deze auteursrechtelijk beschermde werken dan mogen produceren eventueel op basis van een open licentie. Onder meer uit het expertiseverslag is duidelijk geworden dat Eyser deel uitmaakt of minstens deel uitgemaakt heeft van de internationale situationisten. Deze artistieke en bij wijlen politieke beweging was wars van kapitalistische ideeën en claimde uitdrukkelijk geen auteursrechten. Die ze als een verderfelijk aspect van de bourgeoismaatschappij beschouwden. In vele publicaties hebben de situationisten uitdrukkelijk uitgenodigd om teksten en kunstwerken te vermenigvuldigen. Dat de heer Sanguinetti jarenlang het ideeëngoed van deze situationisten genegen is geweest, wordt absoluut niet betwist. Maar dat uit de verkoop van zijn archief aan de Beinecke Library blijkt dat de heer Sanguinetti in het derde millennium wel kapitalistische principes en regels wil toepassen, kan evenmin betwist worden. Bij de overdracht heeft hij expliciet zijn auteursrechten voorbehouden, aldus staat te lezen op de website van de Beinecke Library. Zoals zijn raadsvrouw terecht opgemerkt heeft, kan het niemand verweten worden van gedacht te veranderen. Enkel en alleen de auteur zelf kan beslissen over zijn auteursrechten. Terwijl het de heer Sanguinetti in de jaren 50 en volgende vrij stond om zijn rechten niet te claimen, kan hij perfect later op dit aanbod
van een eventuele open licentie terugkomen. De heer Cambalu heeft uitdrukkelijk kennis genomen van de houding van de heer Sanguinetti toen hij in Yale toegang kreeg tot het archief. Toen was heel duidelijk dat er geen open licentie meer gold. In tegenstelling tot deze concrete individuele wilsuitdrukking van de heer Sanguinetti, zich dan toch nog beroepen op een algemene houding van de situationisten van meer dan 30 jaar eerder, getuigt niet van de goede trouw in hoofde van de heer Cambalu. Er is dus zeker geen open licentie van toepassing. Rest ten derde en tenslotte te onderzoeken of er mogelijk sprake is van Sanguinetti Breakout Area als een parodie of een satirisch of ironisch werk. Wetgeving, rechtspraak en rechtsleer laten het parodierend gebruik van andermans werk inderdaad toe, mits voldaan is aan drie voorwaarden. Ten eerste, het nieuwe werk moet origineel zijn en geen machinaal zich eigen maken van andermans werk. Dat Sanguinetti Breakout Area een origineel werk is, kan niet betwist worden. De gekopieerde documenten worden op een totaal andere manier voorgesteld dan in het originele archief. Er zijn enerzijds kaders tegen de wand en anderzijds speciaal ontwikkeld meubilair voor het etaleren van theses. Bij dit alles wordt onder meer gezinspeeld op het jeu de guerre van Guy Debord. En daarboven zijn elk van de individuele documenten niet zomaar tweedimensionaal gekopieerd. Door elk van de documenten op te nemen en als driedimensionaal object te fotograferen, zien we niet enkel de context van de geleerde Beinecke Library, maar zien we ook letterlijk de hand van de kunstenaar. Er is dus duidelijk een originele inbreng van de nieuwe kunstenaar en dus is er sprake van originaliteit en niet van aanhaking. Ten tweede, het nieuwe werk belet, volgens de rechtbank, geenszins de verdere normale exploitatie van het oorspronkelijke werk. Dit is inderdaad duidelijk het geval. Wie voor wetenschappelijke of artistieke doeleinden gebruik wil maken van het Sanguinetti-archief, kan best nog steeds naar de Yale Library. Daar zit het originele archief, zonder tussenkomst van derden. Omdat precies die manuele interventie van de heer Cambalu op die originele documenten niet te zien is. Het feit dat de heer Cambalu op zijn werk de figuur van Sanguinetti en de internationale situationisten weer voor het voetlicht brengt, zou men zelfs kunnen als een soort reclame aanschouwen om opnieuw Sanguinetti en zijn archief in het voetlicht of voor het voetlicht te brengen. En dus kan dit eventueel ook Sanguinetti's auteursrechten ten goede komen. De rechtbank meent dan ook dat er geen sprake kan zijn dat de oorspronkelijke, normale, verdere uitbating van het werk niet zou mogelijk zijn. Derde, laatste, ook moeilijkste voorwaarde, betreft het humoristisch karakter. Is Sanguinetti Breakout Area kritisch, grappig, moeilijk te beoordelen? Omdat humor meer subjectief dan objectief is. Ieder lacht om andere redenen, al reageren de meeste mensen meestal wel gelijkaardig, positief dan wel negatief, op bepaalde voorstellingen, woorden, beelden of situaties. De rechter kan in deze slechts aan marginale toetsing doen. En enkel niet als humor, parodie, satire beschouwen wat een normaal, redelijk persoon in dezelfde omstandigheden kennelijk zou vinden. Gecontextualiseerd betekent dit dat dient te worden nagegaan niet wat de man in de straat van de installatie Sanguinetti Breakout Area zou vinden, maar wel wat een normaal, redelijk begaafde en onderlegde bezoeker van hedendaagse kunsttentoonstellingen zou vinden. In deze wordt dan ook rekening gehouden met het verslag van de deskundige Lütiken dat voor de rechtbank de waarde heeft van een niet bindend advies. Uit dit advies blijkt dat Eyser Sanguinetti jarenlang een hoofdfiguur is geweest van de situationisten die kunst bij de massa wilden brengen en elke kapitalistische claim van auteursrechten weigerden. Ze gebruikten daarvoor onder meer de techniek van het détournement. Verweerder Cambalu, die als academicus de situationisten bestudeerd heeft en die als kunstenaar The Gift, die hij relateert aan de Niau-cultuur van zijn geboorteland Malawi, artistiek wil realiseren,
beschouwt het fotograferen van zijn hand met een origineel archiefstuk als een détournement van dat origineel. De analogie is voor een normaal geïnteresseerd en onderlegd museumbezoeker duidelijk. De teksten op de museummuren verduidelijken en contextualiseren het geheel van gefotografeerde documenten. De kunstwereld kent overigens de heisa die tussen beide partijen ontstaan is in Venetië naar aanleiding van de eerdere presentatie van dit werk tijdens de Biennale, toen ook delen van de protestbrief van Bill Brown werden gepubliceerd op de wand. Deze brief maakt met woorden zeer expliciet duidelijk wat de context is. De heer Sanguinetti, jarenlang speelfiguur van de situationisten, verkocht zijn archief, inclusief stukken van derden, aan een gevestigde instelling via een gerenommeerd veilinghuis voor een grote prijs. Deze handeling strookt geenszins met de idealen van de situationisten, maar is juridisch niet toe te wijzen aan de heer Sanguinetti of niet te verwijten aan hem. Door het overgedragen archief integraal te fotograferen en in tentoonstelling annex boek terug te geven aan de kunstwereld, zoals de heer Kambalu het uitdrukt, handelt hij helemaal in de geest van die situationisten. Het archief werd gedetourneerd op een voor de heer Sanguinetti ongetwijfeld bittere wijze. Humor kan echter bitter zijn, zwarthallig zelfs. De techniek van het koekje van eigen deeg is zelfs een gebruikelijke humoristische figuur. De heer Kambalu zet de museumbezoeker niet aan tot uitbundig gieren van het lachen, maar hij stelt de gedragswijziging van de heer Sanguinetti op een originele manier aan de kaak. Door dit kritische, zelfs enigszins spottende karakter dient het kunstwerk Sanguinetti Breakout Area dan ook wel degelijk als een parodie beschouwd te worden. Hierbij kan de eiser niet bijgetreden worden wanneer deze stelt dat het hier om een aanval op de persoon Sanguinetti zou gaan, niet op een parodie op zijn werk. Zoals al is gesteld, dient het overgedragen archief van de heer Sanguinetti als één geheel beschouwd te worden. En het is dus dit geheel dat als dusdanig door de heer Kambalu hier gebruikt is voor een parodierend werk. Nergens valt de heer Kambalu de heer Sanguinetti persoonlijk aan. Er kan dientengevolge ook geen sprake zijn van een onevenwicht tussen de vrijheid van meningsuiting van de parodierende kunstenaar en de schending van de auteursrechten van de geparodieerde kunstenaar. Er dient hierbij onderstreept te worden dat de aanvaarding van de exceptie van parodie niet enkel een geoorloofde inbreuk op de economische rechten van de oorspronkelijke kunstenaar inhoudt, maar ook op zijn morele rechten. Anders interpreteren zou de toepassing van de exceptie immers überhaupt onmogelijk maken, gezien zelfs de minste wijziging of hercontextualisering van een auteursrechtelijk beschermd werk altijd een minimale schending uitmaakt van de morele integriteit. Verweerder stelt overigens wel dat zijn integriteitsrecht met betrekking tot het archief geschonden is, maar hij maakt niet concreet in welke mate. Het archief, zoals consulteerbaar in de Beinecke Library, is en blijft zoals voorheen en krijgt geen andere rol of betekenis doordat er een parodierend werk erover gemaakt is. De bewaarde archiefstukken zijn tijdsdocumenten die hun rol blijven spelen voor toekomstig onderzoek. Het parodierend werk kan een nieuw en bijkomend licht werpen op het verzameld geheel, maar het kan de inhoud en de historische waarde van de verzameling niet post factum wijzigen. Hoe dan ook is er, marginaal getoetst, geen kennelijk onevenwicht tussen het parodierend gebruik voor een maatschappelijk en artistiek zinvol voor het voetlicht brengen van de verkoop van het originele archief als een voor de kunstgeschiedenis bijzondere gebeurtenis enerzijds en de eventuele morele schade aan de zijde van de gehekelde oorspronkelijke kunstenaar anderzijds. Concluderend, verweerder Kambalu beroept zich terecht op de exceptie van parodie. Om deze redenen, de voorzitter van de ondernemingsrechtbank, toepassing makend van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, zetelend zoals in kort geding en oordelend op tegenspraak, verklaart de vordering van eiser ontvankelijk, maar wijst ze af als ongegrond. Veroordeeld dient een gevolge de eiser tot de kosten van het geding niet begroot in hoofde van de verwerende partij. Aldus uitgesproken te Oostende op 6 augustus 2020. De zitting is geheven.